viel aanvankelijk even wat tegen met de deelname. Maar er zijn enorm veel bijschrijvers vandaag. Ik denk dat we aan de 250, 300 man komen dus. Is dat naar verwachting? Ja, nou, we zijn een week naar voren gegaan om wat concurrentie te omzeilen, maar dat heeft niet het gewenste effect gehad. Dat viel tegen, maar nu de weersomstandigheden prima zijn, en komen de mensen toch dus. We hebben dit jaar een lusje eraf, dus het is 115 kilometer, dus dat is iets minder dan andere jaren. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Het gaat om de gezelligheid, het gaat om het pelotongevoel. En daar zijn we nog steeds uniek in. Dat we toch politie voor hebben, verkeersregelaars, dat je over provinciale wegen rijdt. En dat is natuurlijk niet overal gewoon. Waarom doe je eraan mee? Voor de ervaring. Want vertel, welke ervaring hoop je hierop te doen? Het rijden in een grote peloton als dat ik mijn toertocht te doen. Zeg maar. Dat is een beetje wat ik wil ervaren. De wielrenners voelen zich echt onderdeel van het peloton in die zin. Ja, die kunnen eens een keer proeven hoe het is. Wanneer je als prof netjes over grote wegen rijdt en alles is afgezet, ja, daar kunnen we nu ook eens een keer van genieten. En het parcours gaat dit jaar een beetje door de Achterhoek heen, langs de IJsselop. Wat vind je daarvan? Nou, ik rijd niet heel vaak hier in de Achterhoek, dus ik ben zeer benieuwd naar de route. Dus ja, ik hoorde dat die niet over de postbank ging. Nou, dat vind ik wel jammer. Maar ik ben zeer benieuwd. De 20e editie, teruglopende ledenaantallen, wat betekent dat voor de toekomst? Ja, voor de toekomst dan moeten we gewoon blijven bekijken. Als je nog geen 200 mensen gehad had, dan was de toekomst heel onzeker. Maar nu gaan we ons weer beraden wat we voor de toekomst gaan doen. En kijk, ik vind zo'n evenement als dit moet blijven bestaan, maar het moet ook wel kunnen.